Van Stefano, die was naar Ghana gegaan en Hij zei, pas nu ik hier ben, besef ik hoe dat ik niet blij was in Amsterdam. Ik was kapot blij. Mm-hmm. Ik heb diezelfde reis gemaakt. Een jaar daarvoor volgens mij. Ja. Ja, het was december 2019. En dat was het moment dat ik het blijst ben geweest in mijn hele leven. Dat was ook dat ik dacht, alles is hier, tandenpieren. En ik denk van, ja man, ik gun je dat man. Mm, ik gun je dat. Dat heb je me vorige keer dat gezegd. Dat je zo gewoon echt ultiem geluk gewoon. Ja. Zeg maar, dat je echt gewoon als een kind zo blij bent en gewoon niet eens nadenkt van, hoe zullen andere mensen mij zeg maar zien op dit moment. Want dat had ik dus. Okay. Waardoor ik lang geleden niet altijd emotie tonen van. Ik wilde niet dat mensen mij zagen. Of op een heel zeg maar high level van tanden laten zien. Of van hij is nu echt eventjes niet aanspreekbaar. Zeg maar, ik moest altijd daartussen zijn. Ja. Dus het moment dat ik daar was, los. Echt als een kind, jongen. Echt als een kind. Ja man, dat zei je. En dat, wat ik dat gesprek heb gehad, dat ik graag naar Ghana wil. Sowieso naar Afrika wil. Mm-hmm. Ik ga in de zomer naar Cape Verde. Nice. Met mijn moeder en mijn zusje broer. Nice. En nu wel echt met een, je weet toch, een hele andere kijk. Ja, ja man, bro. Ik heb. Bro, ik zeg je, het is in juni pas maar. Tel de dagen af. I'm excited, man. Ja, man, echt man. Ja, vooral man. Met de informatie die ik heb en de fase waarin ik nu zit. Ik heb het nodig. Ik heb het nodig. Ik hoop echt inderdaad dat ik ook zo'n ervaring zal hebben. Hoe lang ga je? De planning is nu 3 weken, maar ik zit al te kijken van langer. Kan ik een half jaar blijven? Ja. Ik maak geen grappen, bro. Kroontak is gewoon. Jay, waar ben je, man? Gewoon FaceTime, man. Dus, nice. Want nice. Ik had. Dus ik heb nu 3 weken, maar eigenlijk. Sowieso nu met corona, dus je zit sowieso veel thuis, toch? Mm-hmm. Wat ik nu thuis doe, is ik werk vanuit huis, dus het is met een laptop. Dus als ik daar zou kunnen werken met een laptop, heb ik eigenlijk bijna geen reden om zeg maar snel terug te komen naar Nederland. Mm-hmm. Snap je? Dus als ik dat daar zou kunnen doen, zou perfect zijn, man. Ja. Als dat lukt, ja. Ik heb een keer gezegd, ik wil. En ik moet zeggen, ik heb dat van Nipsey, man. Of tenminste, zij heeft een bepaalde ervaring. Hij komt uit Eritrea. Klopt. En hij vertelde een keer in een interview van. Toen hij 18 was, ging hij volgens mij 6 maanden of 3 tot 6 maanden ging hij naar Eritrea. Teruggegaan. En hoe hem dat heeft veranderd. En gewoon zijn kijk op Afrika in general, maar ook gewoon op bijvoorbeeld de vrouw, hoe ze daar met vrouwen omgaan, is heel anders dan hoe hij zeg maar gewend is in Amerika, toch? In de wereld, als ze daar hoe ze met vrouwen omgaan, hoe ze met elkaar omgaan. Daar is het super anders. En hij zei, de eerste 2 weken of 3 weken, hij was ziek. Hij weet toch een hele andere omgeving. Hij voelde zich helemaal niet flexie. Maar toen hij uit die comfortzone kwam en gewoon dingen zelf ging ontdekken. En gewoon wat jij zegt, gewoon los. Je weet toch, geen rem meer erop. Heeft dat heel zijn leven of heel zijn kijk gewoon veranderd, man. En, nice. Toen dacht ik van, misschien is dat ook wel iets wat ik... Ik hoop het voor je, man. Nodig heb. Ook ik gewoon om helemaal uit mijn comfortzone te komen. Ik zei dat laatst. Wij maken vrienden vaak op basis van we wonen naast elkaar of we zitten op dezelfde school. Maar als jij in een hele andere omgeving bent, ik ga nu naar Cape Verde. Natuurlijk, ik kom er vandaan, maar ik ken mensen niet naast, zoals snap je? Nee. Dus je gaat dan vrienden maken op basis van interesses. En op basis van... De plekken waar je komt, dat je daar iemand ontmoet van, jij bent ook bijvoorbeeld nu, zeg maar, in de bibliotheek. Dus jij houdt van lezen. En dan is er ook, dat is die mutual link, zeg maar. Okay. Juist, terwijl nu, de vrienden die ik heb, komen gewoon van, voetbal, je weet toch, we waren buren vroeger. En dat is prima, en er zitten ook wel gewoon mensen tussen die dezelfde connectie. Interesse hebben op die connectie. Maar daar ga je met een hele andere... kijk en een hele andere, je maakt
vrienden op basis van hele andere dingen. Je kijkt naar hele andere dingen. En dat zou wel voor mij denk ik een punt zijn waarbij ik echt uit mijn comfortzone kan komen. En ja, ik ben in die fase, man. Ja, ik ben maar, daar niet, man. Ik ben excited voor je, want het is echt... van Nipsey inderdaad, daarna die tunes wat hij heeft gemaakt. Mm-hmm. Echt, je hoort daar dingen in, dat heel zijn dingen, heel zijn kijk op de wereld was veranderd. Mm-hmm. Dat hij zei van, bijvoorbeeld, we zijn hier tegen elkaar aan het vechten, terwijl we eigenlijk elkaars broeders kunnen zijn. Mm-hmm. En broeders zijn. Yeah. Dat heeft hij in een verschillende contexten heeft hij dat genoemd. Mm-hmm. En ook van, gewoon dat we het idee hebben dat we in een competitie met elkaar zijn. Terwijl er helemaal geen competitie nodig is, als we elkaar zeg maar kunnen helpen. Want als je dan teruggaat naar een land als Eritrea of zeg maar niet-westers, mm-hmm. en je ziet hoe mensen daar met elkaar samen moeten werken om te overleven of daarna zeg maar te groeien naar een bepaald punt. En jij bent in een westers land en je ziet dat eigenlijk, je bent zelfs met je buurman ben je soort van aan het battelen wie de dikste auto is, dan ga je echt denken van, yo, wat is het in café die in Ghana of in weet ik veel waar ergens, Zuid-Amerika, ben ik eigenlijk met mijn buurman zijn we gewoon planten aan het delen. Want ik plant iets en ik deel het met jou. Yeah. En dan kom ik hier en dan wil ik net een dikkere auto dan jou rijden. Yeah. Heel raar, zeg maar. Een hele andere mentaliteit gewoon. Ja, man. Mm. Dat is iets wat ik ook... de laatste jaren waar ik veel mee bezig ben van die zeg maar dat gevoel van competitie is echt raar, man. Zeg maar, het zit zo erg erin dat we willen competen met elkaar van, yo, ik heb nu deze jacka aan en jij niet. En ik denk van, yo, het gaat niet om dat, zeg maar. Vanochtend was ik nog naar een video van iemand aan het luisteren. Een jongen die... Die is een jonge man, denk 27, 28, misschien wel 30. Mm-hmm. Maar hij is in Nigeria geboren, opgegroeid. Ging toen naar Amerika toe. En ging, op een gegeven moment ging hij zeuren omdat hij naar school wilde gaan met Jordans. Yeah. En toen zei zijn moeder, ja, doe even normaal dit, dat. We zijn hier gekomen om iets op te bouwen. En toen wilde hij gewoon niet meer naar school gaan, heeft hij gewoon zeg maar gestaakt een hele periode. En toen heeft zijn moeder gezegd, weet je wat, je moet je manieren leren, ga terug naar Nigeria. Mm. En niet naar gewoon een stadsgedeelte, gewoon in the village. Gewoon, jij gaat helemaal back to the basics van wat jij nodig hebt om te leven. Yeah. Met zijn oma ging hij weer, gewoon echt hele reset weer. En toen zei hij tegen de mensen om hem heen, zijn neven, en, mm-hmm. ja, neven was het, zei hij. Waarom worden jullie niet gek? Van, er is hier bijvoorbeeld geen stromend water, dus daar moeten we moeite voor doen. Waarom worden jullie niet gek? En echt zo van, kill, we hebben alles wat we moeten hebben. Het water is niet stromend, we moeten misschien iets harder voor werken. Maar we hebben water, we hebben bepaalde dingen. Hij zei, en dat moment dacht ik van, dan ben ik nu gewoon hier, ben ik zo aan het doen en in Amerika heb ik bij wijze van alles. Yeah. En ik doe moeilijk om schoenen. Yeah. Dus ik ben in een competitie met andere mensen om te laten zien wat ik heb in plaats van blij zijn met wat ik heb en iets opbouwen. Dus nu is die heel veel aan het opbouwen met mensen om zich heen. Hij is een YouTuber, een fitness YouTuber. Okay. En hij werkt heel veel samen met anderen, gewoon kapot veel samenwerkingen, omdat hij dus ziet van, yo, puur die mentaliteit. Ja, het gaat om samenwerken, man. En als ik verhalen hoor van mijn oma en mijn overgrootoma, mijn oma die leeft en die woont gewoon in Nederland nu, maar die heeft het altijd over dat ze in Suriname hadden ze erven, dus grotere stukken land. Het is niet zoals hier, zeg maar, met het rijtjeshuis en zo. Okay, En ze hadden allerlei verschillende bomen, op hun eigen land, maar ook daaromheen. En de buren hadden hetzelfde. En zij gingen dan naar de buren toe,
als zij bijvoorbeeld een paar mango's uit de boom hadden geoogst. En dan zeiden ze van, wil je eentje? En dan, ja, tuurlijk. Of van, hebben jullie een paar cassaves of zo? Hebben jullie iets? Ja, tuurlijk. Ja. En dan gewoon delen met elkaar. Ik bedoel, van, als ik dat hoor, denk ik, ja toch. Mm. Zeg maar, je hebt het al moeilijk zat, denk ik. Als mens zijn dan, hoe moet ik dat zeggen? Ik bedoel van, je buren gaan niet je huis voor je betalen. Laten we eerlijk zijn. Dus je moet je huis betalen. Er zijn bepaalde dingen die je gewoon moet doen in je leven. En als je buren jou dan kunnen helpen, of je broer of iemand die je buiten zeg maar tegenkomt, of je hebt een gesprek daarmee in de sportschool of wat dan ook, diegene kan jou dan toch gewoon helpen met zoiets als, yo, ik neem voor jou wel vandaag extra flesje water mee. Ik neem vandaag voor jou wel een shirtje mee die ik een keertje heb gekregen en die ik niet pas. Maar ik zie dat jij het wel past. Ik zie allemaal dat soort dingen dat ik denk van, die competitie zit er zo erg in. Bij bepaalde culturen. Mm. En ik denk niet dat dat hoeft.